stadskaders, meer gelegen rondom de Kreta-vijver, richting Biep, Amsterdamhuis, dat gebied. En het gebied tussen de Grote Straat en Huis Almelo. En daaromheen liggen drie vlekken die wij hebben genoemd als transformatiemilieus. Daar zien we gewoon dat de winkelfunctie al afneemt. Je ziet ondernemers al steeds meer vertrekken van daar naar, naar het compactere deel of naar die stadskwartieren. En daar zouden we echt samen moeten gaan werken aan kansen die daar bijvoorbeeld liggen voor wonen en werken. Wat was de aanleiding tot het koersdocument op de binnenstad? De aanleiding was eigenlijk de leegstand in de binnenstad en het feit dat die leegstand groeiende was. En het feit dat het aantal bezoekers de afgelopen jaren steeds verder afnam. En daardoor groeide het besef dat we met elkaar wat moesten gaan doen. Dat we dat moesten gaan keren, dat het tij gekeerd moest worden. En daarvoor hebben we het koersdocument opgesteld van hoe gaan we dat dan doen en waar willen we met elkaar naartoe. Wat zijn de belangrijkste elementen in dat koersdocument? Nou, het belangrijkste element is dat wij een kernwinkelgebied aanwijzen. Een compact gebied waar we de winkelfunctie in willen gaan concentreren. En dat we een drietal dwaalgebieden aanwijzen waarin zeg maar, ondersteunende functies gerealiseerd worden. En dat we daarnaast een drietal transformatiegebieden aanwijzen. De noordkant van de Grote Straat, de zuidkant van de Grote Straat en de Hagenborg. Waarin wij mee gaan werken aan het omzetten van winkelfuncties in andere functies, waaronder bijvoorbeeld wonen. We hebben ook echt geprobeerd, dat zullen we blijven doen, heel veel jongeren erbij te betrekken, het onderwijs. Ik weet niet wat de reden is dat die hier nu niet massaal zitten. Maar het gaat ook om de toekomst van deze jongeren in deze stad. Uiteindelijk bepalen ondernemers, ook jonge ondernemers, of ze ergens willen gaan zitten of ze willen gaan transformeren. Dat doet de ondernemer zelf. Eén ding is wel belangrijk, er moeten wel ondernemers blijven. U heeft een aantal redenen genoemd in uw inleiding waarom er geïnvesteerd moet worden in de binnenstad in Almelo. Klopt. Ik ben heel positief gestemd over de kansen van Almelo. Ik heb daarom het boekje ook De Verrassing van Twente genoemd. Omdat ik denk dat Almelo op de goede weg zit. Ik ben zelf heel erg onder de indruk van de vele lokale speciaalzaken die hier zijn. Hè. Dus er is echt couleur lokaal hier. Je kunt hier nog echt bijzondere zaken vinden. Dat past ook bij de identiteit van Almelo, van de menselijke maat die hier nog volop te vinden is. En verder vind ik het ook heel mooi om te zien, dat zagen we vanavond ook bij deze bijeenkomst over de binnenstadsvisie van Almelo, de betrokkenheid van de mensen bij de stad. Want uiteindelijk hebben mensen hart voor een stad en die zullen ook grotendeels het plan moeten uitvoeren. Niet alleen ondernemers, maar ook vastgoedeigenaren, bewoners, mensen van buiten de stad. En ik denk dat daar dus heel veel kansen in zijn. Wat moet er nu de eerstkomende jaren gebeuren? Nou, het koersdocument, zoals ik het heb gelezen, hè, want ik was vrij om van te vinden wat ik vond, zie ik meer als een kompas in plaats van een kaart. Maar het is wel een richting die je opgaat met z'n allen. En op dat vlak denk ik dat het heel goed is om ook met zaken die tastbaar zijn, die mensen, bewoners, bezoekers ook kunnen zien. Hè, voorbeelden zijn genoemd, kunst in lege winkels, dat gratis parkeren. Dat je dus ziet dat er echt wat gebeurt, want daarmee worden mensen enthousiast. Want uiteindelijk komt het toch aan op daden in plaats van woorden. Mensen willen zien dat eraan gewerkt wordt.